Op zondag 21 januari was de Rooms-Katholieke Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Doorwerth voor de laatste keer te bezichtigen en veel bezoekers maakten ervan gebruik. De in 1934 ingewijde kerk gaat na 84 jaar sluiten. Het gebouw is verkocht en zal verder gaan functioneren als een bed and breakfast. Op gezette tijden nam historicus Nico van Schaik het woord om de aanwezigen te vertellen over de kunstwerken en de bezienswaardigheden van de kerk. Enkele hoogtepunten zijn zeker de werken van de Doorwerthse glazeniers Jonkheer Octave van Nispen tot Panderen en Henri de Gennes. Peter, jij werkt voor Omroep Gelderland, onder andere voor het programma Schatgraven. Dus je interesse in archeologische dingen en historische dingen die zal groot zijn. En wat is je interesse in deze kerk? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat de reden dat ik hier ben gekomen is, de kerk gaat dicht. En ja, als de laatste kans is om er even rond te kijken, dan is mijn nieuwsgierigheid wel zo groot dat hij mij hier naartoe brengt. Bovendien is de kerk van mijn buurvrouw Marietje. En die doet hier heel veel. En ik heb heel veel verhalen gehoord over deze kerk. Een eindje verder, twee huizen verder, daar woont de familie van Nispen. Nou, je hoorde het al, de gebrandschilderde ramen zijn deels gemaakt door Van Nispen tot Panneren, de glazenier. Nou, die had ik nog nooit echt gezien, dus die wil ik zo meteen eens eventjes nauwkeurig gaan bekijken. Ja, en ik hoop ook nog eventjes te zien wat er gaat gebeuren met deze kerk. Want ik heb begrepen dat er een bed and breakfast in komt. Oké, ik zit dan net naar het plafond te kijken. Ik denk, hier kun je toch onmogelijk iets anders zien doen, want dan moet je er een vloer in gaan leggen. Maar... Ik denk het ook, eerlijk gezegd. Ja. Dat maakt mij nieuwsgierig. Maar er komt een bed and breakfast, er komen 4 kamers in. En je bent zelf nooit naar deze kerk gegaan, naar de diensten bijvoorbeeld? Ik heb ooit eens een keer, heel lang geleden, geloof ik, met mijn buurvrouw ben ik een keer meegeweest naar een paasdienst of zoiets dergelijks. Maar ja, ik ben verder helemaal niet gelovig. Dus het is allemaal nieuwsgierigheid die me ergens brengt. En in dat geval ben ik bang ook. Ja. Dat ik gewoon eens wilde kijken hoe het hier toe ging. Ja. En zouden hier nog schatten vandaan kunnen komen? Dat weet ik niet, want hij vertelt wel een paar dingen. Ik ben bijvoorbeeld heel erg benieuwd naar het andere kruisbeeld. Daar staat het ene kruisbeeld. En het andere kruisbeeld, dat staat daar. Mm-hmm. En dat heeft voor commotie gezorgd binnen de kerk. Daar word ik wel... weer heel erg nieuwsgierig naar. Ja, ja. Dus dat ga ik wel even bekijken, ja. Heb je enig idee waarom dat die commotie ontstaan is? Nou, hij was te modern, begrijp ik. Ja. Hij was te modern. Ja. En kinderen vonden hem ook eng. Dus, ja. Ik heb hem net gezien en kan hij is me eng? Iets bij voorstellen. Nee, okay. Eng niet, maar hij erg is modern. Ja, 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 inderdaad. Ja. Maar ja, ook moderne dingen kunnen heel mooi zijn, hoor. Ik weet wel, ik heb ooit eens een keer een Christusbeeld gezien in een kerk in Noorwegen. En dat ben ik nooit vergeten. Daar hing een Christus, gestileerd, maar een stevige vent. Zoals deze ook blijkbaar, hè, in de kracht van zijn leeuwen. Met gebalde vuisten. Ah. Nou, gaaf, hè? Ja. Ja, ja, dat vind ik mooi. Ja. Tom, jij bent vandaag ook hier. De laatste dag om de binnenkant van de kerk te bekijken. Ben Nog je hier? Nog een keer te bekijken. Ja, nee, ik ben in het verleden hier toch wel een aantal keren geweest. Wat familie in Doorwerth wonen en in die zin kom je er dan wat vaker dan waarschijnlijk de gemiddelde bezoeker. Ja, ja. En wat vind je er nou van dat de kerk eigenlijk dicht gaat?
Jammer. Vooral jammer vanuit een stuk traditie wat nu echt ophoudt te bestaan. Tegelijkertijd zeg ik van ja, we zijn er zelf verantwoordelijk voor. Dus onontkoombaar als je ziet wat er de afgelopen jaren gebeurd is. In de zin van kerkbezoek en dat soort zaken. En financiën, ja, dan snap ik dat die dicht moet. Maar het blijft natuurlijk heel erg jammer, ja. En ik hoop ook dat hij een bestemming krijgt waarbij heel veel van die waardevolle dingen toch nog in stand gehouden worden. Ja. Nou heb ik net van iemand gehoord dat er een bed and breakfast in komt hier. Heb ik ook gelezen. Het fijne weet er niet van. Daar gaat de raad niet over. Als het past binnen de omgevingsvergunning, ja, dan kan er dus een andere bestemming aangegeven worden aan het gebouw. Het staat, dacht ik, zelfs op de gemeentelijke monumentenlijst. Dus je kunt er niet veel aan veranderen aan de buitenkant en de binnenkant in principe ook maar beperkt. Maar ja, er zijn kerkgebouwen die zijn kartbaan geworden. Dus alle mogelijke bestemmingen zie je nu als het gaat om het sluiten van die gebouwen. Ja. Het belangrijkste is natuurlijk dat het blijft staan. Ja, het blijft zeker staan. En op die manier houdt het ook een stukje traditie en ook geschiedenis van door het in stand. U bent familie van de mensen die deze kerk gebouwd hebben en ingericht. Dus u weet er vast een heleboel vanaf. Nou, het was een beetje een verrassing. We zijn ongeveer 26 jaar geleden hier komen wonen. Wij kwamen uit het zuiden. We zijn toen in de tropen, heb ik gewerkt. En tropen vlakbij Wageningen. Dus toen kwam ik dus terug in de buurt van Wageningen. Ik had nog geen baan. Zijn we hier komen wonen. Baan inmiddels wel gekregen. En langzaam kwamen we erachter dat hier dus ook een brongebied van de Povels was. Dus van mijn familie. Dus later, toen ben ik dus... Na mijn pensionering ben ik dus gaan kijken van hoe zit het met die familie. Sinds een paar jaar heb ik een mooi boek over de familie gedaan. En dan zie je dus dat die familie Povel en die Schade... die zijn dus al in de derde generatie nadat ze uit Duitsland komen... zijn ze met elkaar vermengd. En om het kapitaal niet te verwateren, trouw je dus... beide zijden trouw je in. Dat gebeurde toen vroeger regelmatig om dat kapitaal natuurlijk te behouden. Nou, die zijn hier gebleven, die Povels, Povelschade dus. En die Schade zijn weer verhuisd. Maar die Povels zijn hier wel blijven hangen. En er zit nog steeds eentje hier in het koor, Regina. Maar dat is voor mij dus een achterneef. Want die eerste Povel die hier kwam, die had 13 kinderen. En ik stam af van de oudste, dus dat is van de eerste zoon. En de Povels die hier zaten, die stammen af van de laatste zoon, dus de 13e kind. Dat boekje heeft u zelf geschreven? Geschreven. Je haalt natuurlijk informatie bij elkaar. En dit is dus informatie over de kerk hier. En was u hier al eens eerder binnen geweest nadat u dat al... Ja, we zijn ook nog zo'n beetje katholiek. Dus we komen wel een paar keer per jaar komen we wel ergens in een kerk. Ja, wat vindt u er nou van dat het dicht gaat? Is een beetje onvermijdelijk, vrees ik. Ja. Dus het is wel jammer. Maar het is op zich al leuk dat het natuurlijk behouden wordt op een zekere manier. Ja, precies. Het blijft in ieder geval staan. Ik bedoel, ik ga ook niet naar de kerk en ik ben toch katholiek opgevoed. Dus je bent een deel van het probleem wat je zelf hebt veroorzaakt. Ja. Zo is het ook, ja. Die houten spanten is de eerste kerk in Nederland die op die manier gemaakt is. En dat is een speciale techniek die uit de scheepsbouw komt... om te zorgen dat de spanten zo maakt dat er minimale mechanische spanning in zit. Dus maximale sterkte dat je dat hebt. Dat is ook een van de grote bijzonderheden. Mede is dat de reden dat dit een gemeentelijk monument geworden is. Tezamen met de kunst die erin zit en met wat er verder nog meer omheen zit. En dat moet dus ook zo gehouden worden.